Hallo allemaal, vandaag gaan we weer beginnen met de buikspieren. We doen 3 Tabata's. We beginnen met de eerste. We beginnen met een makkelijke oefening om de buikspieren een beetje op te warmen. Voor 4 een klein stukje omhoog. En dan gaan we. Oké, dan gaan we nu echt beginnen. 20 seconden. Kijk, schuin naar het plafond. Ja, hij keurt het al vol. Nog 5 seconden. Nou, oké. Dan gaan we naar de volgende. Deadlift van de 4 uitstrekken. Zorg dat je onderrug in de grond blijft zitten. Oké, gaan we. Leg jezelf voor nog 10 seconden. Sorry. Nee. Oké. Volgende is leg raises. Handen onder je billen. Van 4. Als dat te makkelijk is, breng je heup ook nog een stukje de lucht in. Om die maximale spanning te krijgen. Ja, ik wil er nog 10. Hou zo. Oké. Volgende is de plank. Van de 4. Voeten omhoog. Voeten een klein beetje uit elkaar en je kijkt naar de grond. Als je hem iets moeilijker wil maken, pak je een hokje erbij. Dat van de 4. Nog 10. 3. Oké. Volgende oefening is schuine cruises. Je rechterhand bij je linkerknie. En zo ver mogelijk omhoog. Andere kant zo ver mogelijk omhoog. Ja, kun je gaan voor 5 seconden. 3, 2, 1. Oké. Gaan we naar side plank. 2. En dan gaan we, duw je heup zo ver mogelijk naar voren. Billen aanspannen. Nog maar 10 seconden. Hou vol. Ja, kun je nog 5. 3. 2. 1. Oké. Volgende is Superman. Ja, netjes nog 5. Oké. De volgende is de andere kant, leg raise, of side plank, sorry. Van 4. Heup omhoog. Billen aanspannen. Ja, kun je er wel voor. Nog maar 10 seconden. Doe je heup mooi naar voren. De laatste oefening is de Russian twist. Voet over elkaar en gaan we draaien vanuit de schouders. Ja, buikspieren lekker verzuren nog 10 seconden. Blijf draaien. Nog 3, 2, 1, houden. Dit was ronde 1. Op naar ronde 2.
Yes, welkom bij ronde 2. We gaan weer beginnen. We beginnen nu dit rondje met sit-ups helemaal omhoog. Je mag je armen mee bewegen als het te zwaar is. Oké, gaan we. Hou vol. Nog 10. Oké. Volgende is enkels intikken. Zet je hakken achter je billen. Schouders van de grond. En van de daar ga je draaien. Oké, dan gaan we. Ja, netjes. Nog 10 seconden. Makker. 3, 2. Oké. Komen we bij de volgende oefening aan. Heuprug, hak in de grond en duw je heup omhoog. Oké. Als je bovenin bent, knijp je billen ook samen. Ja, keurig overal. Nog 5 seconden. Volgende. 3 keer links, of voet een beetje uit elkaar. 3 keer naar je linkerknie. 3 keer naar binnen en 3 keer naar rechts. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oké. Volgende is arm opzij. Ga je van links naar rechts. Hallo allemaal, nu zijn we aangekomen bij ronde 3. Laatste ronde. Oefening 1 is de reverse crunch van de 4 omhoog. Oké. We gaan alvast beginnen met die 5 seconden extra te pakken. Oké, daar gaan we.
5 seconden, makkie. 3, 2, 1, uit. Volgende is de bicycle curls, 4, om en om. Zorg ervoor dat je onderrug goed in de vorm blijft. 2, 1, en dan gaan we. Focus op die onderrug, niet aan je hoofd trekken. Nog 10 seconden, hou vol. Ja, keurig. Nog 3, 2, 1. Oké. Volgende is de plank shoulder taps. Van 4, spanning op je hele lichaam. En dan om en om je schouder lengte. Zorg ervoor dat je heup zo stil mogelijk houdt. Ja, keurig, nog 5 seconden, hou het vol. Oké. Volgende is Superman. En gelijk gaan liggen. En dan twee handen tegelijk, twee knieën tegelijk. Oké, dan gaan Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.